Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel van In Gesprek Met praten we met minister Bruntu Sommaharjo over het project dat afgelopen maand is gelanceerd, namelijk de landsdienarenregistratie. Het is al een tijdje gaande, dus van de minister willen we weten wat de update is. Minister, hoe staat het nu met het project landsdienarenregistratie? Goed, het is een onderdeel van onze public sector reform. We zijn twee projecten gestart in oktober die onderdeel zijn van het public sector reform. 1, de verplichte landsdienarenregistratie. En 2, het aanbieden van de stimuluspakketten voor de ambtenaren die vrijwillig de dienst willen verlaten. Nogmaals, een goed draaiend overheidsambtenarenapparaat is relevant voor heel Suriname. En het gaat goed. We waren laatst in Ikeri en uit cijfers blijkt dat 75% van de ambtenaren zich al heeft geregistreerd. Logisch natuurlijk, want als je niet registreert zijn er sancties aan verbonden en niemand wil dat er je loon wordt bevroren of zoiets. Ja, dus die cijfers gelden voor het district Ikeri. Heeft u al cijfers voor andere districten? Nou, in totaal hebben al duizenden mensen zich ingeschreven, dus we zijn on track. We zijn op de goede weg. Communicatie loopt eindelijk nu. Het begint vaart te nemen. Dus ik denk dat we aan het eind van het jaar wel onze target halen. En dat is minimaal 90% registreren. De registratie in de verre districten, ik bedoel in het binnenland, in het district Sipaluwini en Marowijne, lukt dat? Daar gaan we in december mee beginnen. We gaan daar ook net als bij de andere districten een plan van aanpak presenteren. Maar wij willen ervoor zorgen dat als werkgever je hebt verplicht om je te registreren, dat wij alle mogelijkheden daartoe geven. Bijvoorbeeld de Bond van de Brandweer heeft gevraagd om langs te komen. De Bond van Veiligheidsambtenaren heeft gevraagd. Heel Nikeri heeft gevraagd om langs te komen. Zo zijn we ook naar Koroni geweest. Zo gaan we ook naar Saramakka. En ook voor het binnenland gaan wij een plan van aanpak presenteren. Want nogmaals, het kan niet zo zijn dat jij als werkgever verplicht om te registreren en je geeft die mogelijkheid niet. Dus wij gaan ervoor zorgen. Maar we zijn allemaal deel van de gemeenschap. En wat ik merk is dat mensen bang zijn om zich te registreren, want ze denken van misschien ben ik niet voldoende geschoold voor deze positie, dus ze gaan me aanpakken. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Ik ben er niet om mensen aan te pakken. Ik ben er wel om een beetje gerechtigheid te brengen. Kijk, het is natuurlijk niet eerlijk dat jij om 4:30 opstaat, 5:00 's morgens opstaat, eten maakt voor je kinderen en dan naar het werk vertrekt. Terwijl de buurvrouw die bij dezelfde overheid werkt gewoon blijft slapen of de buurman. Dus dat wil ik voorkomen. Ik zie dat er veel demotivatie is in de overheid en wij weten ook hoe dat komt. En met dit wil ik de demotivatie een beetje wegwerken. Nogmaals, wij gaan hier ook mee de zogenaamde spookambtenaren kunnen identificeren. En dat is belangrijk. Belangrijk, 1, om verschillende redenen, zodat het geld wat wij besteden aan lonen effectief wordt besteed en niet aan iemand die bijvoorbeeld in het buitenland is of bijvoorbeeld is overleden. Dus de registratie is niet om mensen aan te pakken, is niet om mensen onaangenaam te zijn. Het is juist voor de werkende ambtenaren, de ambtenaren die elke keer paraat staan om het werk op te pakken, om hun beter te accommoderen. Zoals je het zegt, jullie willen eigenlijk ook de spookambtenaren aanpakken, weten wie ze zijn. Maar hoe gaan jullie dat doen met deze registratie? Door de registratie gaan wij weten op welke afdeling jij werkt. Jij gaat moeten aangeven op welke afdeling je werkt. En als dat blijkt dat controle niet zo is, dan weten wij dat ook. Je gaat 1 moeten aangeven dat je aan het werk bent. Kijk. De werkgever heeft ook verplichtingen, maar de werknemers ook. Er zijn mensen moedwillig die moedwillig niet komen aanmelden, moedwillig wel geld ontvangen en moedwillig niet aan het werk komen. En die mensen willen wij naar boven laten drijven. Ook andere kant, je hebt ook mensen die thuis zijn gezet en daar houden wij natuurlijk ook rekening mee. Ja, dus nogmaals. Dat is mijn volgende vraag zijn, want bij de wisseling van de wacht, dan heb je heel vaak dat iemand ter beschikking van de minister is en voor een bepaalde periode dus thuis mag blijven. Hoe, als zo iemand zich registreert, dan heeft de persoon eigenlijk geen plek waar hij werkt. Hij is wel verbonden aan een ministerie, maar niet dat hij echt dus op een bepaalde afdeling
werkt. Klopt, en daar houden wij als overheid natuurlijk ook rekening mee. Met iedereen hun situatie, oh jij bent thuisgezet door wie dan ook, en daar houden wij rekening mee. Dan is het niet jouw schuld dat je thuis bent gezet. Maar er zijn er ook een hele grote groep die moedwillig thuis blijven, moedwillig thuis zitten en moedwillig ontvangen. En nu vooral in deze tijden van crisis moeten wij elke cent die we kunnen besparen of kunnen gebruiken. Als wij 1 SED kunnen besparen op een ambtenarenloon, die SED kunnen wij weer uitgeven voor het sociaal vangnet. U weet het, het is een heel moeilijke situatie nu in het land. Dus ik heb graag dat we het geld goed besteden en elke SED die we besparen weer uitgeven aan onze sociaal vangnet. En dan nog bestaat dus het idee dat mensen niet goed geïnformeerd zijn. Dus de volgende vraag, hoe betrokken zijn dus de resterende ministeries bij dit project? Helemaal betrokken. Het is een overheidsbreed iets. U heeft laatst ook een oproep gehad van de president. Die heeft alle ambtenaren opgeroepen. De public sector reform heeft een organisatiestructuur. Een onderraad van ministers waarin een aantal ministers zitten. Een beleidsmonitoringsgroep waar een aantal directeuren van de verschillende ministeries in zitten. We hebben een taskforce interdepartementaal PSR. We hebben een PSR-BISA. Dus we hebben laatst een sessie gehouden met verschillende PZ'en van de overheid. Dus iedereen is betrokken. En dat willen we ook. En daar zorgen we ook voor. Ook gesprekken met de bonden. Want hoe meer mensen je meekrijgt in het project, hoe beter het project slaagt. En ik heb altijd al gezegd, teamwork makes the dream work. BISA gaat dit niet alleen kunnen doen. We doen dit met elke andere ministerie, met elk ambtenaar. Dan nog een vraag over dit onderwerp. Hoeveel ambtenaren is er in jullie systeem? Dus dat bedoel ik. In ons systeem staan er 53.000 ambtenaren. Als er bij wijze van spreken maar 45.000 registreren, kunnen wij 8.000 lonen besparen. En dat is heel veel geld. En dat is de bedoeling. Want u zegt het, registreren. Nu weten wij bijvoorbeeld al dat wij mensen uitbetalen die overleden zijn. Die kunnen zich natuurlijk niet meer registreren. We weten dat er mensen zijn die in het buitenland wonen. Die kunnen zich ook niet registreren. Dus wij zijn ervan overtuigd met de registratie dat we geld gaan besparen. En daarom hebben we ook gezegd, oké, luister, los van registreren gaan we ook de mensen die de dienst vroegtijdig willen verlaten een stimuluspakket aanbieden. Enkel met het doel om de loonsom, die heel erg hoog is, te verminderen. Jullie hebben mobiele units. Ik heb eentje hier gezien beneden. Zijn er nog meer? Ja, binnen in de stad zelf? Ja, we hebben een aantal mobiele units die op aanvraag naar jou toe gaan. Deze week gaan we volgens mij naar de DNA. Dan gaan we weer naar de Bond van Brandweer. We komen laatst uit Nikeri, Koroni, Wageningen hebben we aangedaan. Dus om te fysiek te registreren, maar mensen kunnen zich ook via de website registreren. Dat doen er ook heel veel. Maar sommigen kiezen voor fysiek en dat snap ik natuurlijk ook wel. Oh ja, en een van de klachten die ik heb gehoord bij dus een online registratie is dat je dus een documenten moet uploaden zoals een diploma's en dat soort zaken. Mensen geven aan dat ze dus niet gewoon een foto kunnen maken en dat kunnen uploaden, want je moet het eerst scannen en een heleboel dingen. Dus is een foto onmogelijk om op te uploaden? Ja, nee, die klachten hebben we ook gehoord en dat hebben we nu vergemakkelijk. Je kan het nu makkelijker uploaden of makkelijker via de foto. Maar we hebben de klachten meegenomen en dat is ook de reden dat we een helpdesk hebben die tot en met 8 uur 's avonds bereikbaar is. Die kan je telefonisch bereiken. En alle klachten, alle suggesties, alle aanbevelingen, die nemen wij mee om het te verbeteren. Want het is een grote operatie. Het is nog nooit eerder gebeurd, zo'n grote operatie. En dan kom ik weer terug op wat we in het begin zeiden. Dan heb je iedereen erbij nodig. Dus wij zijn feedback van de ambtenaren erg dankbaar en wij proberen die feedback zo goed mogelijk om te zetten in het verbeteren van het project. Dan gaan we over naar het tweede waarmee jullie bezig zijn, want met het project willen jullie ook mensen dus eigenlijk uit het ambtenarensysteem uitstoten. Hoe verloopt dat? Zijn mensen willing? Nou, uitstoten klinkt zo negatief. We willen ze de dienst vrijwillig laten verlaten. En er zijn mensen willing. Wat ik u zeg, er is in de loop der tijden is er heel veel demotivatie opgetreden in het ambtenarenapparaat om verschillende redenen. En we hebben nu de kans geboden aan de groepen 55 jaar en 35 dienstjaren, maar ook aan de groep 0 tot en met 5 dienstjaren. En de overige die daar buiten valt, kunnen de 18 maandregeling gebruiken. Maar je ziet dat bij de eerste twee groepen de animo erg hoog is. De mensen willen de dienst verlaten en dat vangen we allemaal op. En na 31 december gaan wij de data verwerken, want nogmaals, de minister
van jouw ministerie bepaalt of je de dienst mag verlaten. Als de minister zegt, je hebt te veel kennis, we hebben je nog even nodig om over te dragen, dan gaat de minister zeggen, nog even niet. Maar als hij zegt, je mag de dienst verlaten, dan mag jij gebruik maken van die stimuluspakket. En er zijn al honderden die de dienst willen verlaten. En dat is veel, want vorige keer heb ik begrepen, hebben ze het ook geprobeerd. Een paar jaren geleden, toen waren er nog geen 10 of 20 die de dienst willen verlaten. En nu zijn het er meer. Natuurlijk omdat er aantrekkelijke pakketten zijn. Los van de pakketten bieden wij ook nog, als je de dienst gaat verlaten, dat we je SZF doorbetalen. Los van dat zeggen wij, als je weer herscholen, bijscholen, doen we dat ook. Dus wat ik weer eerder aanhaalde, mensen betrekken, mensen mee laten doen. Zo hebben wij ook goede afspraken met VSB en met ASFA. Wij hebben ze gevraagd, stuur mij profielen. Want wij gaan nu heel veel mensen registreren, heel veel ambtenaren registreren. Maar ik heb niet plaats voor ze allemaal. Geef mij plek vanuit de particuliere sector. En die doen ook met ons mee. Dus het ziet er goed uit. Ik denk dat zolang je met z'n allen de schouders onderzet, dat het resultaat beter zal zijn als dat je het alleen doet. En voor wat betreft dus de mensen die de dienst vroegtijdig gaan verlaten, hoe gaan jullie dus veilig stellen dat deze mensen bijvoorbeeld een andere regering niet weer in dienst treedt van de overheid? Je tekent een contract. Het is niet zo dat je de dienst verlaat, je krijgt een stimuluspakket en je kan volgend jaar weer terugkomen. Nee, je tekent een contract dat je voor een x bepaalde tijd de dienst niet meer binnen mag komen. En het contract is bindend. U zegt een x aantal, een bepaalde tijd. Dus wil dat zeggen dat ze de mogelijkheid krijgen om toch weer in dienst te treden? Tuurlijk, maar we denken aan een periode van 10 jaar, dat je 10 jaar niet de dienst mag binnentreden. Maar er zijn altijd uitzonderingen. Als je hebt herschoold, bijschoold en je bent opeens professor in iets, dan wil de dienst je altijd hebben natuurlijk. Ja, dus begrijpelijk. En voor wat betreft dus de ambtenaren die zich moeten registreren, zodat BISA een beeld heeft, zijn er ook een carrière mogelijkheden daaraan verbonden? Want stel iemand met een masterdiploma werkt gewoon op een afdeling waar hij eigenlijk zijn potentie niet kan tonen. Hoe gaan jullie daarop inspelen? Nou, zeker weten. Vooral de hogere kader, dat is heel belangrijk voor ons. Die trekt weg. Die trekt weg naar de particuliere sector. Dus die willen wij ook behouden. En dat is een van de voorbeelden. Als jij kan besparen op loon op duizenden mensen, 2000, 3000 mensen, dan kan jij dat geld gebruiken voor andere doeleinden. Of het nou is voor het sociaal vangnet, of het nou is om de mensen die nu niet goed gewaardeerd zijn, beter te waarderen. Er zijn legio mogelijkheden, maar je moet eerst besparen voordat je kan uitgeven. En dit is een van de redenen dat wij de verplichte landsdienaarregistratie doen. Heeft u ten aanzien van dus de registratie een oproep aan de ambtenaren? Nou, tot nu toe gaat het goed. Ik ben blij met hun inzet. Maar ga je alsjeblieft registreren. Er zijn sancties aan verbonden. Je kan het makkelijk doen via de website. Je kan het bij ons hier doen op het hoofdkantoor. Of je kan volgen waar wij naartoe gaan. Maar wij bieden je alle mogelijkheden om te registreren. Doe dat dan ook. Het is niet alleen voor jezelf, maar het is voor het hele overheidsgebeuren dat het belangrijk is dat we nu eindelijk een beeld hebben waar, wie, wat is. Want nogmaals, het is voor het eerst dat de regering heeft gesteld dat de landsdienarenregistratie verplicht is. En dat werpt nu als een vrucht af. Ja. Minister, nog een onderwerp. Want we hebben recent als media ook een persbericht van uw ministerie ontvangen dat er in het komend jaar materiaal zal zijn voor het drukken van ID-kaarten. Er zijn dus een heleboel klachten. Hoe speelt het ministerie daarop in? Nou, het ministerie heeft een maand of 2 maanden geleden de wet gewijzigd. Dus nu zijn de oude ID-kaarten nog geldig met medeneming van je aanvraag voor je nieuwe ID. Het is lastig. Het is lastig voor het volk dat zij de dupe moeten worden van te lage levering van het materiaal. Maar ja, je moet soms nou eenmaal roeien met de riemen die je hebt. En de riemen die we hadden was de wet wijzigen. En nu hebben we het al besteld. En wij gaan ervan uit dat volgend jaar de materialen wel binnenkomen. Maar nogmaals, ik begrijp de frustraties van het volk. Het moet niet zo zijn dat je je ID-kaart aanvraagt en dan nog zo lang moet wachten. Maar we proberen het zo op te lossen door één het wijzigen van de wet. En geloven dat het over een maandje, 2 maandjes de nieuwe materiaal al binnen is. Dan nog iets, want er was een bepaalde periode waarbij dus iedereen een nieuwe ID-kaart moest maken en het was gratis. En na een bepaalde periode moest dat tegen een vergoeding van 75. Ja, dus die mensen hebben nog steeds geen nieuwe, of een deel van die mensen, en dan heeft nog geen nieuwe ID-kaart gekregen. En een collega van ons zegt ons elke keer, jullie stellen geen vragen daarover, ik wil mijn geld terug. Ja. Maar zij krijgt haar ID-kaart, toch?
Maar ze heeft het nog niet. Dus hoe spelen jullie daarop in? Want mensen die vinden van ik wil mijn geld terug. Dat is ook begrijpelijk, maar voor die mensen heb ik ook een boodschap. Eigenlijk die 75 euro, het is veel geld, maar het is ver onder de kostprijs van hoe we eigenlijk zouden moeten vragen voor een ID. Alleen dat materiaal is volgens mij al $10 en als je dat nu berekent, dan zou je al op 300 SAD komen. Dus ik weet niet of we dat geld kunnen teruggeven, maar ik kan wel garanderen dat ze ver onder de kostprijs heeft betaald voor haar nieuwe ID-kaart. En ik kan garanderen dat ze de ID-kaart krijgt. Dus de achterstand die jullie hebben met het aanleveren van nieuwe ID-kaarten wordt verwerkt, tuurlijk. Wordt volgend jaar helemaal. Ja. Dus uw collega die een beetje boos op mij is, die krijgt ook een nieuwe ID-kaart. Ja. Minister, het ministerie is ook bezig met het decentraliseren van eigenlijk de dienstverlening. Morgen en in de komende tijd zullen jullie dus ook nieuwe CBB-kantoren openen in districten. Hoe verloopt dat proces? Ja, BVB-kantoren gaan we deze week openen. Het wordt een sterke week voor CBB. We gaan deze week eentje openen op Rijsdijk en eentje openen op Stoelmanseiland. En Stoelmanseiland, dat verbaasde me eigenlijk. Ik heb begrepen dat bij de vorige periode er ook een BVB was geopend, 2 maanden voor de verkiezing. En een dag daarna is die BVB weer gesloten. Nou, dat gaan wij niet doen. Wij gaan het openen en operationeel houden. Er is personeel voor getraind voor die van Stoelmanseiland. En het is een verzorgingsgebied van 4000 mensen. Dus wij gaan daar het stukje dienstverlening verbeteren. Ook voor Rijsdijk, ook een heel mooi nieuw pand. Daar gaan we ook voor zorgen dat de mensen dat CBB dichter bij de mensen komt. Vooral in deze moeilijke tijden met benzine ben ik verheugd dat we ook deze stap hebben kunnen maken. Dus 2 BVB's in 1 week. En we plannen in het jaar 2023 plannen we nog 4 te openen. Zodat we echt aan het stukje decentralisatie gaan doen. U weet, met de leiding die is aangetreden al bijna 3 jaar nu. CBB stukje bij beetje beter geworden. Er blijven nog veel klachten. CBB zal altijd, denk ik, zijn een instituut waar er veel klachten over zijn. Maar ik weet zelf dat het steeds beter gaat. We hebben een directrice die echt met hart en ziel haar werk doet, mevrouw Pocky. En we krijgen ook genoeg complimenten. Dus ik praat met de ambtenaren. Kijk niet te veel naar het negatieve, maar ik zie ook het goede wat je doet. Waar je 3 jaar geleden was, is veel verder dan waar je nu was. We hebben klantvriendelijkheid service training gehad. We hebben e-loketten hebben we gehad. Nu gaan we BVB's openen. Dus wees vooral tevreden met wat je nu hebt bereikt. En bij die dus BVB-kantoren die jullie zullen openen in de districten, kunnen mensen daar dus alle... Alles, ja, daar hebben we ook voor getraind. Als ik goed heb begrepen, heb je ook bij Stoelmanseiland dat je ID-kaart kan aanvragen. Dus we hebben de mensen getraind en dat is het verschil met toen de tijd. Het was echt voor de verkiezing een beetje show maken. Maar wij gaan niet daarom show te maken, we gaan echt daarom de mensen hun dienstverlening, onze dienstverlening dichter bij de mensen te brengen. En minister, misschien iets over het ministerie, maar u bent ook politicus. Hoe gaat het in die sfeer met bijvoorbeeld de partij? Nou, de partij gaat het heel goed mee. Dat zult u zelf zien. 3 december hebben wij een grote structurenvergadering in verband met de jaardag van de partij. Het is natuurlijk niet het moment om een feest te vieren, want het is een moeilijke situatie in het land. Maar ook wanneer u jarig bent of uw partner jarig is, hou je toch een kleine sitje. Maar onze sitje zal niet klein zijn. Het zal groot zijn, omdat we nou eenmaal een grote partij zijn. We vachten 1000 mensen. We hebben onze kinderdag weer, zoals we dat elk jaar hebben. Kijk, wat er ook gebeurt, het sociaal zijn van Pertjaloor kan je niet uit ontslaan. Ook al zou je ons van een brug willen gooien, wij zullen altijd sociaal blijven en dat gaan we die dag weer manifesteren. Kinderen voorzien van speelgoederen, onze structuren vergaderen. Wat voor richting gaat de partij op? Want straks is verkiezing en als je een sociale tintje in het beleid wil hebben, dan moet je kiezen voor de sociale kracht. Maar u gaat de boodschap horen, we zijn nu volop aan het mobiliseren. Dus. Misschien kunt u ons vertellen, op welke kant gaan jullie op richting de verkiezing? Nou, wij zijn nu aan het herstructureren, hergroeperen. U weet, onze partij heeft een zware klap gehad bij de afgelopen verkiezingen door misleiding, verleiding en verraad. We hebben dat proberen op te vangen. Nu zijn we weer begonnen met herstructureren, alle structureren weer heractiveren. Iedereen die komt weer terug en iedereen is ook weer welkom om terug te komen. Want nogmaals,
Wij zijn een socialistisch partij. Wij geloven dat de rijkdom eerlijk verdeeld moet worden. Dus als je achter die gedachtegoed staat, als je achter het gedachtegoed staat van rijkdom eerlijk verdelen. Niet alleen de top moet rijk worden, niet alleen in grote auto's rijden en je eigen mensen kunnen niet eten. Als jij staat voor iedereen gelijke kansen, dan zal je kiezen voor Pechailor. En dat is geen probleem. Tienduizenden mensen hebben altijd op Pechailor gestemd. Alleen de laatste verkiezing was een beetje minder. Maar als politieke partij hebben wij onze wonden gelikt. Wij hebben recht opgestaan en wij zijn de weg vooruit gaan. En de weg vooruit is weer naar groei. En daar geloven wij sterk in. Zo kijkers, hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit deel van In Gesprek Met. Gaat u niet weg, want mijn collega Arantxa Suwedo heeft de volgende deel voor u. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Dankjewel Richelle voor de aankondiging. Vandaag zitten we hier met meneer Reinier Artist. En hij is dus auteur van het boek Indiaans Verhaal. Hij heeft dus het boek geschreven. En morgen vindt de launch plaats. Maar natuurlijk is het belangrijk dat we u informeren wat het eigenlijk inhoudt. Meneer Reinier, welkom in onze studio. En u heeft een boek geschreven, Indiaans Verhaal. Hoe lang schrijft u al? Nou ja, niet in deze vorm, maar in feite heb ik altijd artikeltjes geschreven. Al zeker 20 jaar geleden. Dat u al schreef. Ja, en we hebben gelezen of we konden merken dat het gaat over een boek gebaseerd op het Indiaans cultuur, het inheems cultuur. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Pardon? Waarom heeft u gekozen om een boek te schrijven over het inheems cultuur dat daarop gebaseerd is? Nou, de directe reden waarom ik dit boek geschreven heb is dus vanwege mijn ervaring als persoon afkomstig uit de inheemse samenleving, in tribaal verband opgegroeid en vervolgens mijn opleiding gevolgd heb tot de academische opleiding in Nederland, ben ik zelf tot de ontdekking gekomen dat een aantal zaken over de inheemse niet op de eerste plaats de juiste manier waren weergegeven en ik van oordeel was, en ook steeds trouwens, dat de jongere inheemse onvoldoende weet over hun eigen achtergrond, waardoor ik dacht, ik ga een boek publiceren voor twee doelgroepen eigenlijk, voor de jongere inheemse, maar ook de rest van de Surinaamse samenleving, maar vooral die onderzoekers, die onderzoeken hebben gedaan onder inheemse, en waar ik niet altijd mee eens ben geweest. Dus een soort kritiek. Dus het is een boek, het is eigenlijk een autobiografie van hoe ik vanaf een jongen van 14 jaar tot mijn academische opleiding en tot nu toe nog, in feite, of 4 jaar geleden, mij geïnspireerd heeft om dit eens een keertje zelf als inheemse man te publiceren. Ja, maar u gaf zo mooi aan, en dat is inderdaad het is een heel bekend fenomeen, dat de inheemse jongeren niet heel veel weten over hun cultuur. Dus u heeft het met dat doel geschreven. Maar wat vindt u dat er beter gedaan kan worden om die bewustwording te creëren als het gaat om hun cultuur? Los van het schrijven van bijvoorbeeld een boek. Heeft u misschien andere ideeën hoe dat zou kunnen? Ja, zeker. Juist omdat de manier waarop door de, ik noem het maar de westerse beschaving, de westerse cultuur, de inheemse volkeren worden benaderd in alle opzichten in feite, vooral onderwijs, ik zal in Suriname blijven, dat het onderwijs in Suriname, bedoeld voor inheemse, in feite ver onder de maat gegeven werd en ongekwalificeerde leerkrachten naar het binnenland waren gestuurd. En ik heb me steeds afgevraagd, waarom worden deze mensen anders bejegend door de anderen in hun ontwikkeling? Ik zeg, dat kan niet, dat mag niet.
Maar hoe zouden ze dat moeten aanpakken? Er zijn genoeg mensen die geïnteresseerd zijn om samen met de verantwoordelijke mensen, in dit geval van onderwijs, methoden te ontwikkelen, rekening houdende met de culturele achtergronden van deze mensen en hun economische omstandigheden. Daar is weinig aandacht aan geschonken. Gelukkig zijn er enige verbeteringen, hoor ik van. Want ik kom net van het ministerie van Onderwijs om deze zaak te bespreken. En ik heb gemerkt dat het min of nu wat meer aandacht schenkt om vooral dus rekening te houden met die culturele achtergrond van deze mensen. In de tribale samenleving is alles anders. Een politiek systeem anders. Dorpsverband, kapiteins, economie is totaal van, gezondheidszorg is anders, en religieus denken is anders. Maar ze zijn tot nu toe steeds in feite, volgens de westerse methode, geprobeerd ze tot ontwikkeling te brengen. En daarom heb ik juist dit boek dus geschreven, maar niet alleen maar om het te lezen, maar uit dit boek heb ik dus een plan ontwikkeld, waarbij dus aandacht geschonken wordt hoe de jeugd aan te pakken in de dorpen vanaf de basisschool. Daar heb ik een gespecialiseerde instelling gevraagd om uitvoering aan te geven. Ik heb het plan gemaakt, maar ik voer het zelf niet uit, want daar ben ik niet gekwalificeerd. Dat is een heel andere methode om op voetkundige manier verantwoord onderwijs te geven. Wel heb ik dus aangegeven, hou nu rekening dus dat inheemse een andere traditie hebben. Ze zijn niet achterlijk zoals westerlingen denken dat wij achterlijk zijn. Ja, nee. We hebben een beschaving, ik noem dat zelf, we hebben een eigen wetenschap. Alleen doen we dat anders. Klopt. Ja. En die methode probeer ik dus nu via het ministerie van Onderwijs te introduceren in die verschillende dorpen. Ja, want ik merkte ook, dit ligt heel dichtbij van huis, voor mij persoonlijk. En ik merkte ook dat u dus aangaf dat het gebaseerd is op de manier hoe u bent grootgebracht. Als ik mag vragen, welk gebied was dat precies van het binnenland, waar u bent opgevoed? Nou, ik ben zelf in Bigipoika geboren. Bigipoika ben ik geboren en ik ben dus een Caribe-Indiaan. Want je hebt verschillende stammen, Arawak, Caribe, Wayanas, noem maar op. Maar ik ben Caribe. Indiaans opgevoed tot mijn 14, 15e jaar. Ik beheers dus mijn cultuur. Die taal spreek ik nog steeds. En al die methodes, noem ik het maar, waarmee de dorpelingen bejegend werden, in dit geval door anderen, heb ik persoonlijk ondervonden. Ik heb geprobeerd dus de weg die ik gevolgd heb vanaf mijn geboorte, schrijf ik allemaal in het boek, vanaf mijn geboorte tot mijn academische vorming heb ik dus in dat boek vastgelegd we zijn. En wij dachten om dit over te dragen, niet alleen maar om de inheemse samenleving nu eens een keertje tot ontwikkeling te brengen, waarmee rekening gehouden met de cultuur. Maar de bedoeling van dit boek is, en dit project vooral, dat alle Surinamers op de hoogte moeten zijn wie inheemse mensen zijn. Ja, dat ze mensen zijn met evenveel gelijke rechten als alle andere Surinamers. Dat is in het verleden een beetje vergeten. Dat probeer ik weer met dit project dus tot stand te brengen. Ja.
Maar het is heel erg mooi dat u op zo'n leeftijd nog probeert in te zetten voor de inheemse gemeenschap. Want dat is wat u zegt, ze moeten eigenlijk van alle rechten genieten. Gelijke rechten toch, als van anderen. Is er een natrek aan verbonden nadat u uw boek heeft gelanceerd, zeg maar? Dus nadat de kick-off geweest is van uw boek. Wat is de volgende stap die u gaat ondernemen om dit traject eigenlijk voor te zetten, zodat we goed op weg blijven? Heel belangrijk voor ons is, voor mij, wat de resultaten zullen zijn van dit project. Waarin we eigenlijk een aantal zaken aan de orde stellen. Wij hopen dus, zo omstreeks januari, februari, een evaluatie te maken van de resultaten van dit project. Op grond van die bevindingen is de bedoeling dat er een vervolgproject zal worden ontwikkeld. Dit doe ik, dus ik vermijd nu vooruit te zeggen, dat gaat het worden. Nee, ik wil eerst weten, wat komt uit dit project uit? Ja? En ik ben ontzettend nieuwsgierig naar hoe verantwoordelijke ministeries ten aanzien van ontwikkeling van het binnenland van Suriname zullen meewerken en wat hun bijdrage zal zijn bij de uitvoering van dit project. Vandaar dus dat ik een rondje mag, zal ik maar zeggen, bij alle verantwoordelijke ministeries, ja, maar vooral, het is bekend neem ik aan, FITS, ja, is bekend. Ja. FITS is voor mij een heel belangrijke instantie, de Vereniging van Indiaanse Dorpshoofden in Suriname, die leiders zijn van de inheemse. En als leiders gaan ervan uit dat ze hun volk kennen. Ze kennen hun problemen, ze kennen hun moeilijkheden. Dus die heb ik zeer belangrijk rol gegeven in de uitvoering van dit project. Ik ga morgen naar Powaka, waarin heel wat dorpshoofden bij elkaar komen en verantwoordelijke onderwijsmensen die onderwijs geven in het binnenland en deskundigen. We hebben namelijk behalve dat boek hebben we dus lesbrieven ontwikkeld. Ja, dat las ik ook inderdaad. Ja, ja. En die lesbrieven geven we aan hoe leerkrachten inheemse kinderen moeten wijzen dat boek te lezen. Ja, dus een soort begeleiding eigenlijk. Ja, ja. Ja, geweldig. Het is natuurlijk een heel mooi project en we wensen u heel veel succes toe hiermee. Het is heel erg geweldig en belangrijk dat u die bewustwording wilt helpen creëren. Dit is in samenwerking gedaan met Stichting, of een van de partners van dit project is Stichting Educans. En we praten zo meteen met een vertegenwoordiger van Stichting Educans. Ja, en we zijn terug met meneer Dick Verboom en hij is dus programmamanager bij Stichting Educans. Ik zei net, dit project is in samenwerking met Stichting Educans of IN is een van de partners. En vandaag praten we ook met meneer Dick Verboom. Meneer Dick, welkom in onze studio. Wat me heel erg nieuwsgierig maakt, het zijn twee verschillende culturen die bij elkaar zijn gekomen om deze samenwerking tot stand te brengen. Het westerse cultuur en het inheemse cultuur. Hoe is dat proces geweest? Ja, kijk, ten eerste heeft Educans ondersteund onderwijsprojecten in het buitenland. En dat doen wij door onze expertise beschikbaar te stellen en mensen te trainen, zodat het onderwijs kwalitatief verbeterd kan worden. En wij hebben in het verleden ook veel projecten gesteund voor inheemse volken in Peru. Maar we hadden ook projecten in India voor de Adivasis bijvoorbeeld, dat zijn ook inheemse volken. In Afrika idem. Dus wij hebben, het gaat ons om de kwaliteit en de relevantie van het onderwijs. En dat onderwijs moet relevant zijn voor de kinderen in hun situatie. Dus als je vanuit een inheemse achtergrond komt,
dan is het belangrijk dat je bijvoorbeeld onderwijs kunt krijgen in je eigen taal de eerste paar jaar. En dat je daarna jezelf kunt ontwikkelen en dan wel voluit kunt deelnemen aan die samenleving. Dus het past in ons concept van wat wij noemen teaching with impact. Ja. Dus dat je onderwijs krijgt wat relevant en nuttig en goed voor je is. En wat meer is dan alleen maar kennis opdoen en kennis reproduceren. Maar vooral ook leren dat je ook aan je houding en aan je gedrag zodanig kunt werken dat je voluit kunt participeren in de samenleving. Ja, hoe belangrijk vindt u dat, dat ze sowieso de gelijke kansen hebben zoals elke andere burger van Suriname? Daar heb ik het dan over de inheemse jongeren. Ja, dat is heel belangrijk, want Suriname is een heel erg multicultureel land. En ook de opdracht van het onderwijs is ook om al die culturele diversiteit, om daar in een soort nation building aandacht aan te geven. Dat iedereen weet van wij leven allemaal samen. En ja, Suriname is er al heel erg goed in om samen te leven met heel veel verschillende culturen. Zeker als ik dat met Nederland vergelijk. Maar bij de inheemse volken is het vaak zo dat de cultuur komt heel erg vanuit het leven in harmonie met de natuur. En ook in harmonie gemeenschapsbesluiten nemen. Ook weten dat je als individu deel bent van de gemeenschap. Zoals ze het in Afrika zeggen en met het Ubuntu-denken. Jij bestaat omdat de gemeenschap bestaat. En dat is voor ons een hele interessante thematiek als educans. En het leert ons ook om anders te kijken naar het samenleven van mensen. In een tijd waarin de polarisatie ook alleen maar toeneemt. Ja. En hoe was het eigenlijk, het proces eigenlijk om dit te realiseren, te kunnen realiseren? Het boek Indiaans Verhaal, die morgen launcht eigenlijk. Hoe was het proces? Ja, wij kwamen via mijn voorgangster eigenlijk in contact met meneer Artiest en met mevrouw Wagner. En die kwamen met dat boek aan. En mijn collega die ging toen naar een andere baan en die zei van ja, wil je dat van me overnemen? En ik zei oké, dat doen we. Het mooie is dat je je dan verbindt met iemand die zich inzet voor de inheemse zaak vanuit zijn eigen levensverhaal. En dat vinden wij ook belangrijk om dat verhaal te vertellen. Omdat dat heeft betekenis. En wij zijn erin gestapt en het was ook best wel ongewis. Want we wisten ook natuurlijk niet wat ons te wachten stond. Je hebt hier de VITS, de Vereniging van Inheemse Dorpshouders Suriname. Ja. Je hebt de onderwijsproviders zoals RKBO. Dus wij wilden als educans een flankerende rol spelen, maar het moest hier gebeuren. Mm-hmm. En nu is het zo leuk omdat we hier zijn, dat je ziet dat VITS en de RKBO die nemen de verantwoordelijkheid om dit project verder te brengen dan alleen 20 scholen die we op het oog hebben, ja. Maar meer dan dat. Ja, en hoe kijkt u er tegenaan? Want meneer Artes gaf bijvoorbeeld aan, het natraject kan pas bepaald worden als we deze resultaten hebben van dit project. Maar als u kijkt naar het plan die is uitgeschreven, wat verwacht u precies dat de launch met zich zal meebrengen? Nou, de launch is om alle partijen bij elkaar te brengen en betrokken te krijgen en het op te agenderen bij het ministerie van Onderwijs. En daar zijn we van deze ochtend toevallig geweest. En ja, dat wordt verschrikkelijk goed opgepakt. En daar, zelfs morgen worden er al onderwijzers van openbare scholen die komen dan naar een training om getraind te worden. Dus. U kijkt in ieder geval uit naar een positieve uitpakking. Ja, toch? Ja, zeker. En ik denk dat de partijen helemaal scherp staan. En mijn rol is zo snel mogelijk wegwezen. Wij hebben die lesbrief gemaakt. Dat is de bijdrage van Edukans geweest. En uiteraard hebben wij onze kennis en ervaring ook ingebracht. Maar wij spelen geen rol in de uitvoering. Dat kan ook niet. Ja, dus het is nu eigenlijk gelegen aan de partners die het verder moeten dragen, zeg maar. Dan kijken we naar, prima. Absoluut. Ministerie van Onderwijs vooral, die een cruciale rol zal spelen. De lesbrieven die gemaakt zijn, wat houden ze precies in? Ja, dat gaat over die lesbrieven die zijn langs een aantal thema's opgebouwd. Zoals levenslessen, het onderweg zijn,
het verhaal van de mier. De mier speelt een belangrijke rol in de narratieve traditie van zeker van de Cariben. Ja. En dat soort thema's hebben we erin. En daar zitten dus luisteroefeningen in en werkvormen. Dus het is een hele actieve manier onderwijsvorm. Niet op reproductie ingesteld, maar juist op het groepswerk en het begrijpend leren. Zodat het ook leidt tot houding en gedragsverandering. Oké, dus jullie hebben wel een hele goede fundament gelegd in ieder geval. En dat kan nu dus, of dat moet nu verder gedragen worden, ja. Willen we dit realiseren. Ja. Helemaal. Nou, ik wil u bedanken voor uw tijd dat u het vrijgemaakt heeft om met ons te praten vandaag. En natuurlijk ook bedankt dat u een van de partners bent om dit mooi project te realiseren. En we wensen natuurlijk ook uw stichting heel veel succes toe verder. Kijkers, u heeft het zelfs gehoord, de launch van het project Indiaans Verhaal, die vindt dus morgen plaats. Er zijn een heleboel partners bij betrokken. Stichting Udikans is er één van en nu gaan we ervaren als het gaat om onderwijs, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, om dit verder te helpen maken tot een goed eind eigenlijk. Meneer Reinier heeft het gezegd, hij zal het niet hierbij laten, maar we wachten dus eerst op de resultaten van dit project. Dat was het wat betreft deze aflevering van In Gesprek Met. Een hele fijne dag toegewenst en tot de volgende week.